ze doet het er maar mee. Ik ga hem inpakken en dan gaan we weg. Hey, goedemorgen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag en ik zit in mijn huispak. En ik ben aan het wachten tot de thuiszorg komt. Tenminste, in mijn beleving zou ze om 9 uur komen. Maar ze is er nog niet. Dus ik heb eigenlijk geen idee. Want mijn eigen is nog steeds in de ziektewet. Dus ik heb eigenlijk niet echt een idee wie er komt en hoe laat en allemaal. Gelukkig gaat het met me... Oh, mijn wekker gaat. Gelukkig gaat mijn hand wel ietsjes beter. En ik kan nog wel even blijven chillen als de thuiszorg hier is. Of lekker op de bank hangen. Want ik ben best nog een beetje moe. En mijn been doet pijn. En blah, gewoon blah. Dus het wordt vandaag een lekker rustig dagje. Ik ga het eerste product van de Pickwick testen. En dat ga ik doen in Ede met Nanda, Ruben en Erik. En ik ben ook heel benieuwd wat hun ervan vinden. Ja, ik zet altijd 5 wekkers. Want ik ben altijd bang dat ik er heen slaap. Maar nu ga ik eerst even lekker een cappuccino zetten. Want daar heb ik wel even zin in. En even iets te eten maken. Maar ik heb niet echt boodschappen gedaan. En ik blijf gapen. Oh, vreselijk. Nou ja, ik zie jullie zo wel weer. Doei. De thuiszorg is inmiddels weer weg. En ik ga me klaarmaken. Want ik moet zo meteen naar de fysio. En een vriendin die zit even in een moeilijke periode met zichzelf. En je weet als vrienden wat je dan te doen staat. Dat is een hele doos chocola brengen. Dus ik ga zo meteen even allemaal lekkere dingetjes scoren. In een leuk mandje doen. En dan gaan we lekker chocola brengen. En verder heb ik net eventjes haatreacties beantwoord samen met Denise. Die stond op Kleintje op de Facebookpagina met haar tas. En naast gewoon echt duizenden aan positieve reacties zaten er ook haatreacties tussen. En mijn guilty pleasure is haatreacties beantwoorden. Ik vind dat stiekem heel leuk. En Denise vindt dat stiekem ook heel leuk. Dus ik heb er even geholpen. En dat wil niet zeggen dat ik nou onder deze vlog ineens allemaal haatreacties wil. Want ik vind positieve reacties veel leuker. Maar ja. Als er dan toch haatreacties zijn, kun je er maar net zo goed gevat op antwoorden. Want dat verwachten ze natuurlijk niet. En dat vind ik gewoon veel leuker. Dus ik ga nu even snel mijn make-up afdoen. En dan, nee niet afdoen, opdoen. Afmaken, opdoen. En dan shoppen en naar de fysio. En ik neem jullie gewoon lekker mee. Nou, ik ben weer thuis en ik heb iets gekocht om Nanda op te vrolijken. Onder andere deze mand. En die ga ik nu vullen met allerlei producten, ja, die je gewoon nodig hebt als je een kutbui hebt. Laten we het daarop houden. We beginnen met 4 chocoladeletters. De Griekse I van mij. De N van Nanda. Oh. De E van Erik. En de R van Ruben. Hoppla. En dan hebben we nog Bros Bubbles. Voor als je lekker in je eigen bubbeltje leeft. Fudge met Nutella smaak. Nou, wat wil je nog meer? Nou, misschien extra grote M&M's. Of toch bubbels met witte chocola. Allemaal. En dan heb ik hier nog thee, maar die is ingepakt. Dat is ontspanningsthee. Natuurlijk chocolade pepernoten. En 4 surprise eieren met inside out. Dat vond ik ook wel toepasselijk. En knetterkauwgom. Hoppla. Ik heb deze kaart van de Flying Tiger gekozen omdat je die kan inspreken. Ik heb geen idee hoe het werkt. Even kijken. Oh, er zit een handleiding bij. Dat is altijd handig. In zo'n beetje alle talen die je kan bedenken.
Let's see. Waar is Nederlands? Nederlands, Nederlands, Engels. Oh, open de kaart. Hou de rekknop ingedrukt terwijl je je groet van maximaal 10 seconden inspreekt. Laat de rekknop weer los. Elke keer wanneer de kaart nu wordt geopend, wordt je groet afgespeeld. Herhaal het proces als je je groet wil veranderen of een nieuwe wilt inspreken. Nou, dat is niet zo moeilijk. Dus ik heb 10 seconden, dus dan moet ik nog snel gaan praten ook. Oké, komt-ie. Omdat soms een knuffel van een vriendin niet voldoende helpt, een mandje waar je gelukkig van wordt. Knuffel! Kijken of die het doet. Nee. Even een test. Oké, hij doet het. Poging 2. Omdat soms een knuffel van een vriendin niet genoeg is, een mandje waar je gelukkig van wordt. Maar wel even delen, alsjeblieft. Ik denk dat hij te lang is. Omdat soms een knuffel van een vriendin niet voldoende werkt. Als een knuffel van een goede vriendin niet voldoende werkt, heb je altijd dit mandje nog. Als een knuffel van een goede vriendin niet voldoende werkt, heb je altijd dit mandje nog. Nou, ik doe het er maar mee. Als een knuffel van een goede vriendin niet voldoende werkt, heb je altijd dit mandje nog. Nou, ze doet het er maar mee. Ik ga hem inpakken en dan gaan we weg. En ik heb dus ook nog dingen voor mezelf gekocht. Ja, ik kan het net zo goed nu laten zien, nu we toch bezig zijn. Een cactus, maar dan een plusje cactus. Cactuskaarsjes. Die waren alle twee bij de Flying Tiger. En ik moest nog een Round Robin boekje hebben. Dat is een boekje die dan rond gaat reizen naar verschillende deelnemers. En we gaan recepten uitwisselen. Een cactusboekje met glitter. Echt, ik was heel blij. En gewoon heel saai. Enveloppen om het te gaan versturen. Dus dat had ik voor mezelf gekocht. En ja, die snoepjes in het mandje natuurlijk indirect van mij. Want ik vind wel dat ze moet delen zometeen. Dus ik ben benieuwd. Nou, ik ben inmiddels weer thuis van Nanna en het was super gezellig. En ik heb alweer zitten werken. Want het moest nog heel veel gedaan worden. En omdat ik vanmiddag gewoon weg ben gegaan om lekker daarheen te gaan, bleef het werk liggen. Maar ja, het moet wel gedaan worden. En ik heb niet zo heel veel tijd, want morgen komt Esther langs. Dus ik heb net met Denise zitten bellen en geëvalueerd over de challenge. En over nieuwe challenges en nieuwe items. En superleuk. Nu ben ik bezig met het filmpje monteren. Nog steeds voor Kevlaan. Er waren wat verbeterpunten en wat aanpassingen. Dus dat ben ik nou toe aan het voegen. En het is inmiddels 11:45. Dus ik hoop dat ik dit nog even snel kan doen. En dan ga ik lekker slapen. Oké, dit wordt een beetje kansloos, want voor ik de nieuwe muziek hieronder kan zetten, want ik wil overal een beetje hetzelfde muziekje, moet ik WeTransfer downloaden en dat duurt echt nog uren. Dus ik ga lekker slapen. Vond je deze vlog ook leuk? Druk op het duimpje hier beneden en abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie morgen weer. Doei!